Prijs Victory 5-2 voor de liefhebbers. En de favoriet is op de valreep toch geworden. Paard nummer 3 Elias Arega. De coat €2,40. Nog 50 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. En het is na de start in het midden van de baan Elias Arega die naar de leiding snelt. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Galoppade voor Elias Arega en een galoppade voor ABC Quick. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de overkant van de baan. Big Brown krijgt geen positie. En zo hangt er misschien wel. Nummer 3. Nummer 3 galop. Een aardige verrassing. In de lucht, waarbij Zaletta Boko Droomstart heeft gekend en die neemt nu de kop over. Maar gaat mogelijk afgelost worden door Big Brown. Ja, Big Brown die mag overnemen aan de buitenkant, neemt een lengtevoorsprong. En op de tweede plaats volgt dan Zaletta Boko. Achter Zaletta Boko aan de binnenzijde Angie Meadow. En achter Angie Meadow komt aan de buitenzijde Amber Vrijenessen. Achter Amber Vrijenessen de overige deelnemers, waarbij we aan de binnenkant paard nummer 1 zien. En dat is Sanneke Flevo. En die wordt dan in het tweede spoor geflankeerd door de opkomende Mia Placidus. En achter Mia Placidus is er dan ook nog aansluiting voor Ossie Strausi. Twee rondes te gaan en het ziet er goed uit voor paard nummer 6 aan kop. Big Brown, die heeft een gezonde voorsprong. Op de tweede plaats dan Zaletta Boko en aan de binnenzijde Angie Meadow. En achter Angie Meadow komt aan de buitenkant naar voren Amber Vrijenessen. Achter Amber Vrijenessen is er dan Mia Placidus. En die Mia Placidus die wordt dan nog gevolgd aan de binnenzijde door paard nummer 1 Sanneke Flevo. En aan de buitenzijde geflankeerd door paard nummer 7 Ossie Strausi. Op weg naar Eindoverzijde, Big Brown die gaat als een winnaar, heeft een gezonde voorsprong op de tweede plaats. Ja, daarachter dan aan de buitenkant opkomend Amber Vrijenessen. En aan de binnenkant loopt die deelnemer daarachter geen meter te veel als we afkomen op de rechte lijn en dat is Zaletta Boko. Rechte lijn voor de tribune, straks nog een ronde te gaan voor Jaap Terstal en Big Brown. Big Brown, anderhalf, twee lengte voor. Op de tweede plaats is dan aan de buitenkant Amber Vrijenessen. Loopt een sterke koers, alles buitenom. En achter Amber Vrijenessen volgt dan aan de binnenzijde, nog net ervoor eigenlijk, Zaletta Boko. Die worden gevolgd door Mia Placidus en aan de buitenzijde Ossie Strausi, die langzaam maar zeker naar voren is geslopen. En met Annemiek Beekman zeker een kansje maakt om zo dadelijk een plekje in het trio te belopen. We gaan op weg naar de overzijde van de baan en hij zet nog een keer aan de buitenkant. Wim Brouwer in de achtervolging op Big Brown. Big Brown, Amber Vrijenessen, binnenzijde dan Zaletta Boko en daarachter Ossie Strausi. Dat is op dit moment de volgorde als de deelnemers afkoers op de laatste bocht en Big Brown er vandoor gaat en van zijn langs als zijn leven niet meer achterhaald gaat worden. Big Brown. Zaletta Boko vecht zich terug naar plaats 2. Aan de buitenzijde daarnaast nog altijd die nummer 9 Amber Vrijenessen. En vanuit de start van het veld probeert dan nog een deelnemer naar voren te komen. Dat is Angie Meadow. Laatste rechte lijn, galoppade voor Amber Vrijenessen. Maar Big Brown hier met grote voorsprong en veel machtsvertoon naar de winst. Galop. Het is de 6 die het wint voor de 2, dan de 8 en de 10. En dat is voorlopig.